Ja, ik heb ze al vast, de pallets. En die pallets gaan in die pallet barbecue. En op die pallet barbecue gaan we iets heel lekkers bereiden. En dat wordt, Wim, een... Wij gaan een brisket klaarmaken. Een hele mooie flat gaan we helemaal op de pallet barbecue maken. Ik heb er zin in. Brisket is runderborst, oh, ja. Dus de borst van een rund, borst, daar ja. Tussen de voorpoten. Kan je hebben als een full packer, en dan spreken we van een flat met een point erop. Oh, ja. Dit is alleen de flat, ja, dat is heel duidelijk waarom dat die zo heet. Mooi plat. Platstuk. Ja. Maar er zit hier nog een andere spier bovenop en dat is dan de point. En dan heb je dus een whole packer. Mm-hmm. Maar om die thuis klaar te maken, dit is perfect, ideaal, ja. Niet te groot, niet te klein. Gaat heel goed lukken. Dus als ik dan zag, ga dat bestel ik een? Een brisket flat. Een brisket flat. Yes. Dan weet je wat we doen. Nou, yes. Mooi. Super. En Texas style? Texas style, heel simpel. Grof zout en grof peper. En dan hebben we een Texas style. Yes. Mooi. En ik heb begrepen, moet dat vet af of niet? Ja, moet er een beetje aan trimmen. Moet een beetje opkuisen. Hè? Trimmen. Pepers, zout is klaar. Mooi stukje vlees, maar ik zie ook wat lijnen lopen in het vlees. Moeten we daar rekening mee houden? De draad? Als je straks die brisket gaat snijden, dan moet je echt dwars op die draad snijden. Okay. Maar anders krijg je een taai stuk vlees. Hoe ga je dat nu doen voor straks? Want ja, dit is gewoon vierkant. Hoe weet je straks nog hoe dat die draad loopt? Als er helemaal vol rub zit en als de bark erop zit. Wat ik doe is, ik neem een hoekje en ik snijd dat gewoon eraf. Oké. Okay. En dat is het snijdje... Mooi dwars op de draad. Je ziet hem heel mooi zo lopen hier. Mm-hmm. En snijdt hij gewoon dwars op de draad. Dat is een hoek die nergens anders in je brisket zit. Ja. Dan weet jij straks van, hier moet ik beginnen en in die richting moet ik snijden. Precies. Kijk maar. Voilà. Bij Smokefire, de pellet grill van Weber, waar de brisket op gaat. Pellet grill. Misschien een kleine introductie is wel aardig, denk ik. Hop. En hopper. Hier zitten pellets in. Ja. Er kunnen er nog wel een paar bij. Kan je vlot 9 kilo pellets in kwijt. Kijk aan. In de hopper. En die worden dan hier in het midden getransporteerd naar de brandkamer in de pellet grill. En dit is de controller. En hier kan ik de temperatuur instellen. Ik draai gewoon aan de knop. Ik zeg welke temperatuur dat ik wil. En zo verspringt. En ik zet hem nu 120 graden. Op. Nou, mooi. En hij vertrekt. En hij gaat heel automatisch naar zijn ingestelde temperatuur en blijft daar ook de hele dag lang als je wil. Mooi. En dat geeft, die pellets geven ook wat extra rook. Ja, die geven heel veel rook zelfs. Ja, mooi. Dit is echt een houtgestookt vuur. Het is 100% houtgestookt vuur waarop dat we werken met de pellets. Je hoeft dus zelf ook geen extra rookhout meer toe te voegen. Nee, nee. Dit is al brandend rookhout. Precies. Dus ideaal voor onze brisket. Ja. Yes. Ik leg hem hier boven de wet smoke kit, dat bakje dat hieronder zit. Ja. Dat scheelt mij straks ook weer wat poetswerk. Precies. En ik leg die met de vetzijde naar boven. Naar boven. Oké, okay, heb ik een direct of indirect gedeelte hier? Of? De hele Smokefire is per definitie overal indirect te hebben. Ja, ja. Dus als altijd. Ik bijvoorbeeld 120 graden instel, dan is hij overal 120 graden. Hij is overal 120 graden. Nou, mooi. Wim, hoe lang moet hij erop en welke kerntemperatuur willen we bereiken? Nou, hoe lang? Ja. Dat wordt bepaald door de kerntemperatuur. Nou, we gaan mikken op 65, 70 graden. Ja. Reken op 120 graden, toch zeker een 4, 5 uur die we nodig gaan hebben. Heel handig bij de Smokefire is dat alles om de temperatuur te registreren gewoon ingebouwd zit. Ik kan die hier inpluggen, kan ik hier de temperatuur aflezen. En die gaat hierdoor. Ja. Zo. En dan stoppen we die heel mooi in het midden. Van ons vlees. Nou, inpaktijd, hè? Yes. In de butcherpaper. Ja. Butcherpaper is? Vetvrij papier. Voilà. Wordt veel in Amerika gebruikt. Ademt een beetje. Gaat een beetje zorgen dat er nog wat vocht uit kan, maar ook niet meer niet alles, want we willen ook wel zoveel mogelijk erin houden. Binnen dus houden. Daarom dat we het eigenlijk ook inpakken. Ja. Maar het werkt heel goed. Ja, ja. Als tegenhanger van de aluminiumfolie. Yes. Nou, mooi. Top. Hoe, wat gaan we doen daarbij? Ik heb een klein beetje bouillon nog. Ja. Dit is kalfs. Ik ga er niet te veel op doen, gewoon een klein beetje. Wil je nu niet sterker smaak, dan kan je runs pakken. Kan je echt pure runsbouillon pakken.
En dan pakken we hem mooi in. Zorgen we een mooi dicht pakketje in. Even dichtbinden dus. Ja. Dan blijft dat allemaal mooi op zijn plaats, dat butcherpeper. Precies. Zo. Dat is altijd leuk, hè, voor jezelf een klein cadeautje maken. Ja, straks is weer gewoon uitpakken. Ja. Het is toch een feestje, dat bakken. Altijd, joh. Ja. Altijd. Kan hij er weer op, hè? Yes. 2,5-3 uurtjes verder. Yes. We mogen eindelijk het pakketje uitpakken. Brisket, ja, het is natuurlijk even, duurt even. Ja. Maar het is de moeite waard. Kijk eens. Geweldig, hè? Oh, die geur. Ja, hè? Geweldig. Ja. Hier zit dat hoekje. Ja. Dat we er straks afgesneden hebben. Dus nu weten we heel goed dat de draad eigenlijk in deze richting loopt. Precies. En dat wij zo gaan snijden. Ja, want je ziet ook heel, het is niet meer te herkennen waar de draad loopt. Dus wat dat betreft. Nee, dat zie je niet meer terug. Nee. Nou, gaan we snijden. Gaan we. Hele mooie rookring erin. Ja. Een rookring, dat is eigenlijk dat beetje dat roze gedeelte, ja, boven. Het roze gedeelte is wat we noemen de rookring. Dus waar de rook eigenlijk interactie gehad heeft met het vlees. Met het vlees, ja. Dan krijg je deze verkleuring. Nou ja, goed, hij ligt er weer. Een mooie presentatie, Wim. Geweldig. Ja, lekker. Ik heb er al zin in. Mochten jullie er zin in hebben, ja, dan moet je hem echt thuis zelf gaan maken. Dus moet je even aan de slag. Een paar uurtjes ben je klaar. Ja. Dus wat dat betreft kost dat tijd, maar het is absoluut de moeite waard. Iedereen die dit wel eens een keer gegeten heeft, zal dit bevestigen. Ja, toch? Echt de moeite. Ja, duimpje omhoog voor dit, zou ik zeggen. Wil je het recept lezen? Klik even beneden op de link. Daar vind je hem. En belletje, dan weet je zeker dat je volgende keer het recept niet mist wat we dan gaan bereiden. En ik heb gehoord dat daar de biertje kaas staat. Discussie mee. Let's go.